Nou, de naam zegt het al, de polderbaan is in de polder aangelegd. Hij zorgt voor heel veel capaciteit voor Schiphol, wordt heel veel gebruikt. Maar het is relatief dun bevolkt, het gebied eromheen. Dus het zorgt voor minder geluidsoverlast. Dat is ook de baan die qua preferentie echt hoog staat. Metrix left, Victor 3 cleared for takeoff. Wind is 120, 6 knots. Je zit in feite met z'n tweeën te werken, een ground controller en een verkeersleider. En er is op diverse tijdstippen op de dag een derde persoon aanwezig om de mensen af te lossen. 'S Nachts wordt deze baan ook gebruikt. Alleen zit hier geen verkeersleider 's nachts, maar wel waarnemers. Stel, er gaat iets mis met een vliegtuig of hij heeft pech of wat dan ook. Ja, dat kan je niet zien vanaf de toren. Dus er moet hier wel een extra paar ogen zitten. Dus er zit iemand hier waar te nemen om te kijken of het allemaal goed gaat met de vliegtuigen. Als torenverkeersleider mag je hier op Toren West ook ground control doen. Dat betekent het laten rijden, het laten taxi van de vliegtuigen. Dit is de taxibaan naar de baan toe en dit is de polderbaan zelf. Nou, hier zie je nu bijvoorbeeld twee vliegtuigen aankomen rijden, waar hangt een vlaggetje aan. En daar staat de informatie hoe ze heten, wat voor departure, dus welke kansen op gaan vliegen en wat voor type vliegtuig het is. Toren West hier, zoals wij deze toren noemen. Het leukste is, je zit hier heel dicht bij het verkeer. Ze komen hier echt vlak bij je langs, vlak voor je langs. Af en toe wordt er gewoon ook echt gezwaaid. Sowieso, je zit altijd met z'n tweeën, maar al zit je alleen op deze toren, dan geeft het een eerder gevoel on top of the world, dan dat je je eenzaam voelt. 136 left, Victor 3 if you want, you're cleared for takeoff. The wind is 1306 knots. Clear for takeoff, 36 left, 1101, 9 take.